Hoi, ik ga aanstaande dinsdag op vakantie. Ik ga 4 dagen naar Londen. Ja, super leuk. Ik zou eigenlijk niet op vakantie gaan, want ja. Ik werk in de zomer altijd op het strand als verkeersregelaar. En het was dit jaar echt heel erg slechte zomer. Dus ik had heel weinig gewerkt. Dus sowieso qua geld zat het er gewoon niet in. En mijn goede voornemen van dit jaar was eigenlijk om sowieso veel te gaan reizen, omdat ik, ja, veel reizen zijn dromen van mij en ik vind wel dat ik, ja, gewoon dromen moet waarmaken voordat het te laat is. Dus Londen stond heel hoog op mijn lijstje en dat wil ik echt ook al 10 jaar lang en ja, het kwam er gewoon steeds niet van. En ook omdat de gezondheid van mijn ouders is nog steeds niet helemaal goed, dus normaal zou ik heel vaak met hun op vakantie gaan, maar dat zit helaas ook nog niet in. Maar ja, ik kreeg dus onverwacht wel een vakantie van hen aangeboden. Samen met mijn vriend 4 dagen naar Londen. Superleuk. Ik ben helemaal excited. Altijd is het natuurlijk nu wat minder vanwege de rellen. Maar volgens mij is het tot nu toe heel rustig. Al is het natuurlijk, ja, voor de mensen daar gewoon heel erg kloten. Maar goed. Ik wil jullie graag even laten zien wat ik meeneem. Ik heb op Twitter gevraagd of jullie beauty willen zien of kleding. En dat wilden jullie eigenlijk allebei zien. Dus ik ga eerst beauty laten zien. Dus als je zoiets hebt van kleding en zo, dat boeit me niet. Dan kan je dan het tweede gedeelte skippen. Dus veel plezier met kijken. Nou, dit is mijn koffer. Zoals je ziet roze. Met een roze band eromheen. En ja, ik heb heel weinig bij me. Want eigenlijk mag je, ja, je mag wel een koffer meenemen. Maar daar betaal je gewoon extra voor. Dus ik betaal nu €22 extra om mijn koffer mee te nemen. En dat doe ik eigenlijk alleen omdat ik dan ja, gewoon daar gewoon qua shoppen me niet druk hoef te maken en kan kopen wat ik wil. En dan weet ik niet waarom ik de koffer al film, want ik ga alsnog lopen lullen over niks. Dus ik neem alleen de koffer mee om, ja, om eigenlijk gewoon te kunnen shoppen en me niet druk om te maken of ik te veel handbagage meeneem. Ik deel wel de koffer met mijn vriend, dus ja, ik heb echt heel weinig bij me. En ik heb echt het idee dat ik heel veel vergeet. Maar ja, ik ga ook maar 4 dagen weg op zich. Dus ik heb zo min mogelijk meegenomen. Ook qua kleding gewoon makkelijk. En ik denk dat ik daar ook veel kleding koop. Dus ja. Qua beauty heb ik mijn Hello Kitty. Oh, aan de andere kant. Hello Kitty tasje. Met daarin een... ja, deze gebruik ik als bluskwast. Dan mijn Max Factor False Lash Effect. Sorry, maar er gaan ineens allemaal scooters door de straat. Heel fijn. Ik heb een klein potje gevuld met dagcreme. Mijn blush van Makeup Store in Must Have. Dan wat oogschaduwkwasten en een eyelinerkwast. En een klein... ja, oogschaduwpaletje van New York Color. Puntenslijper. Elastiekje. Poederkwast, kabuki ding. Dan een Kosh Soft and Shine Lip Balm. Ja, ik zeg het goed. In de kleur Barbie. Dus dat zie je wel. Ik heb hem nu ook op mijn lippen. Dan een poeder van Maybelline. Foundation van Maybelline. Oogschaduwbasis van Urban Decay. Mijn bufferkwast. Een oogpotloodje van NYX. Mijn Inglot concealer. En mijn elf gel liner. Dan heb ik hier nog een toilettas. Goh, origineel. Ook van Hello Kitty. Met daarin het Hello Kitty Body Splash. Oh my god, obsessed. Dan een van Lush 9to5 Cleansing Lotion. En die is, dat is een mini. Nou ja, mini, een kleine versie. En die is bijna op, dus ik ga in Londen even de grote versie kopen. Want deze is echt zo heerlijk. Dan een Breath of Fresh Air gezichtstoner. Een ooglotion van Dior. Zonnebrandcrème, want ja, het weer is op zich
is het wel bewolkt, heb ik gezien. Maar het wordt wel 24 graden of zo, dus ik neem het voor zekerheid toch maar mee. En dan de borstel van Hello Kitty. tandpasta. En een mini douche gel van King's Queens. En dan heb ik verder nog even watjes moet ik halen op het vliegveld of in Londen. Of en een deodorant. Moet ik even, want die heb ik hier. Ik heb mijn watjes aan bijna op. En ik heb nog geen fijne deo. Dus ja, weet niet. Ik vind het daar ook leuk om daar dan gewoon te kopen. Nou, dat was alles qua beauty. Ik vind het nog best wel meevallen. De vorige keer dat ik op vakantie ging had ik echt belachelijk veel bij me. Dus ik vind het nu nog wel netjes. Dan heb ik hier mijn ondergoed en sokken. Niet interessant. Nog een diadeem. Dit is mijn pyjama. Tesco.nl. Dat is een heel leuk shirt, maar hij valt heel kort. Dat is echt jammer. En mijn pyjama broek. Dan een trui van Only met een grote strik. Een spaghetti bandje stopje. Gewoon wit. En die neem ik mee voor deze top. Die is heel leuk. Die is van Forever 21. Ik heb hem op internet besteld. Maar het nadeel is dus dat het zo'n crop top is. En dat is juist zo jammer. Want ja, normaal denk ik, oké, crop top, dan doe ik er gewoon iets onder. Maar ja, ik kocht het juist voor die achterkant. Dat het dan helemaal, dat je rug dan zo mooi, weet je wel, open is. Maar ja, dan moet ik er toch nog iets onder dragen. Dus dan doe ik dat maar. En dan nog een top, ook van Forever 21 van Star Wars. Een donkerblauwe cardigan. Ik weet echt, ja, ik vind het echt moeilijk met het weer, maar op zich is het weer een beetje hetzelfde als hier. Een shirt van de Beatles en een shirt van de Ramones. Ja, je gaat naar Londen of je gaat niet, hè. Dan heb ik nog twee boekjes gekregen van mijn ouders over Londen. Met shoptips, uit eten, et cetera. En ook kaarten erin en zo. Nog een klein tasje voor daar als ik ga, ja, gewoon naar buiten ga met een paraplu erin en mijn zonnebril en mijn mp3-speler en een spiegeltje. Maar ik denk dat ik mijn mp3-speler even in mijn tas doe dadelijk, want misschien voor het vliegveld misschien wel chill. Vliegtuig. I don't like it. Deze tas neem ik mee als handbagage en dan doe ik gewoon, ja, ik ga morgen ook nog bij mijn vriends vader logeren, dus dan doe ik even daar mijn kleding in voor die dag. En verder... ja, gewoon portemonnee, reisdingen die ik mee wil nemen. En ik neem twee portemonnees mee. Want ja, ik neem gewoon eentje mee die ik altijd heb met mijn euro's. En eentje hou ik apart voor ponden. Want ik heb de vorige keer al meegemaakt toen ik in Engeland was. Dat ze hebben zoveel klein geld, dat kan je echt niet uit elkaar houden. Dus je hebt binnen no time heb je al zoveel klein geld wat je niet kent. Dus dat is niet handig als het dan ook nog door al je euro's zit. Dus dat leek me wel slim. En het is echt zo weinig. Maar ja, op zich, ja, ik weet niet. Mijn vriendspullen komen er ook nog bij. Dus op zich valt het denk ik wel mee. Ik ben echt bang dat ik heel veel vergeet. Maar ja, ik heb ook niet meer nodig dan kleding, make-up, geld. Dan kom ik heel ver. En ja, mijn tickets en ID dan is misschien ook wel slim. Ja, ik ga heel veel vloggen in Engeland. Ik ga morgen even een extra geheugenkaartje kopen om... dat ik echt zoveel mogelijk kan vloggen. Dus ja, jullie zullen daar nog genoeg van zien. Ook als ik terugkom beloof ik shoplogs te maken. Want ik ga naar de Primark. Ik ga naar de Topshop. Miss Selfridge. Forever 21. Urban Outfitters. Ja. En sowieso gewoon leuke beauty shoppen bij Superdrug. En ik ga Aussie shampoo kopen. En maskers en... ja, dat is gewoon leuk. Dus ik kijk heel erg naar uit. Ik hoop dat het niet te snel voorbij gaat. En ja, jullie zien snel genoeg wat ja, vlogs ervan. En bedankt voor het kijken. Peace out.